Zelden komen conceptcars van BMW in Nederland. Maar hier in de closed room van BMW Groep Nederland staan er twee. De BMW iX3 concept en de conceptversie van de BMW i4. En deze BMW i4 concept, en dat is helemaal bijzonder, die heeft vanwege de coronacrisis nog niet eens het designhuis van München verlaten. Dit is de allereerste keer dat hij buiten is. Of je nu toe bent aan een volledig elektrische auto, dat hangt af van diverse factoren. Behoefte, persoonlijke voorkeur, regelgeving. Maar het draagt allemaal bij aan een verlaging van de CO2-uitstoot. Zo is in Nederland de plug-in hybride een heel logische keuze. En niet alleen vanwege onze laadinfrastructuur. Er staan in Nederland inmiddels 56.000 openbare laadpunten waar zowel volledig elektrische auto's als plug-in hybrides kunnen laden. En dat aantal groeit dagelijks. In de vier grote Nederlandse steden dragen BMW plug-in hybrides nu zelfs actief bij aan de verlaging van de uitstoot. Dankzij e-drive zones schakelen ze automatisch over op vol elektrische modus zodra men de stad inrijdt. Maar het gaat hier in de closed room bij BMW om de i4 concept en de iX3 concept. En dat is slechts het begin van heel veel EV nieuws bij BMW. Want in 2030 is maar liefst 30% van alle nieuwe BMW's een volledig elektrische auto. We beginnen bij de iX3. De power of choice van BMW, wat wil zeggen dat de klant kan kiezen voor een model en daarbij de aandrijflijn die hij of zij wenst en die past bij de mobiliteitsbehoeften, dat is zeer van toepassing op deze iX3, die verkrijgbaar is met een verbrandingsmotor als plug-in hybride en volledig elektrisch, want dat is deze iX3. Dat BMW geen concessies doet bij de power of choice, dat bewijst deze iX3, want de binnenruimte van een conventionele X3 is exact gelijk aan de binnenruimte van deze iX3. En nou is een elektrische auto veelal wat zwaarder dan een conventionele auto. Maar BMW heeft de nadruk gelegd bij de iX3 op gewichtsreductie. Want een lager wagengewicht, ja, dat leidt uiteindelijk tot een lager energieverbruik. De BMW iX3 gaat eind dit jaar in China in productie. En dan de BMW i4. Het is zo bijzonder dat deze auto hier staat in Nederland. En het is een revolutionaire auto in heel veel opzichten. En hij gaat ook in productie, eind 2021. De power of choice, elektrisch of met een benzinemotor. U kiest. En wat te denken van BMW Iconic Sounds Electric. Het geluid dat de i4 maakt is ontwikkeld door de beroemde componist van met name filmmuziek Hans Zimmer. Of neem de gedachte die BMW heeft bij het gebruik van grondstoffen. Neem kobalt en lithium. BMW koopt deze grondstoffen zelf in, draagt ze vervolgens over aan de producent van accu's. En zodoende voldoet het delven en het gebruik van die grondstoffen aan de ethische eisen van BMW. Maar bij een elektrische auto is rijbereik inmiddels zeker zo belangrijk als kracht. Deze i4 haalt volgens de nieuwste WLTP-meetmethode 600 km op een volle accu. En 600 km, dat is min of meer de actieradius van een conventionele benzineauto. En bij gebruik van een snellader is de accu in 20 minuten tijd 80% vol. BMW heeft de i4 volledig in eigen huis ontwikkeld. Dus ook de elektrische aandrijflijn. BMW staat tenslotte voor Bayerische motorenwerken. En een elektromotor is ook een motor. En mocht u zich afvragen hoe ver deze EV concept afstaat van zijn definitieve vorm, Oliver Zipse, de CEO van BMW, heeft ons beloofd dat er amper verschil zal zijn tussen deze conceptcar en de uiteindelijke productieversie. Hij heeft ons trouwens ook beloofd dat het rijplezier op het bekende hoge BMW-niveau staat, gecombineerd met efficiëntie en duurzaamheid.